Hallo kijkers van de Online Garage, ik heb een nieuwe hobby, ik stop met auto's. Kijk, dit heb ik trouwens van kerst gekregen. Mooie print op canvas van mij op de Nürburgring. Echt mooi print. En mijn nieuwe hobby is 3D printen. Ik heb de Creality Ender 3 Pro besteld. Dat is een printer die kost €250 als je hem in Nederland bestelt. En nog minder als je hem rechtstreeks vanuit China bestelt. Of die dan aankomt is natuurlijk het tweede. En of die heel aankomt is het derde. Maar ik ga hem even uit de doos halen. Op mijn kast alles neerleggen. En de onderdelen even bekijken. En dan ga ik hem in elkaar zetten. Ik heb net allemaal onderdelen van de doos hier netjes allemaal neergelegd. Ik denk dat deze kast te klein is om het te gaan bouwen. Maar ik ben wel blij dat hij er net op past. Maar zo met achter de dingen dat ik hem gewoon hier kan zetten. Maar ik ga hem nu dus echt bouwen. Maar dat is niet nu, maar dat is later. Want ik ga het niet nu doen, maar later. Zo, ik ben een beetje begonnen. Ik heb de printer op zijn kop gezet. Ik heb de gebruiksaanwijzing erbij. Maar ik heb er ook een YouTube-video naast. En die zei iets anders dan wat hier stond. Die zei dat ik hem eerst even op zijn kop moest leggen. En deze wielen afstellen, zodat ze precies goed liggen. En net niet kunnen draaien, of net wel kunnen draaien als je met je hand draait. Wat je ook even kan checken is of alle boutjes goed vastzitten. Want dat kan nog wel eens los zijn. Ik heb de printer even op zijn zijkant gelegd en deze arm, tenminste arm, ding, moet hier komen met twee boutjes. Die boutjes, alles krijg je erbij gewoon trouwens. Ik wil niet een hele gedetailleerde hoe je dit in elkaar zet video gaan maken, want er zit een prima handleiding bij trouwens. Als je dat wil zien, alsjeblieft. En er zijn ook prima video's al te vinden op YouTube hoe dit moet. Zijn wel Engelstalig, dus als je Nederlands wil, hey, misschien is dit wel de betere video voor jou. Maar ik zal niet op alle details ingaan. Zo, die zitten erin. Kan ik die arm erop zetten, maar ik heb maar één hand, eigenlijk twee, maar de een houdt de camera vast en dan draai ik het vast en zit het vast. Ik heb hem nu zo, ik heb deze twee dingen erop gezet, zoals ik net zei. Dat is eigenlijk alleen nog maar stap 1, terwijl het al veel meer op een printer lijkt. Ik heb nu ook het schermpje erbij en ik moet zeggen dat alle kwaliteit van de materialen is echt heel goed. Mooi gepoedercoat en zo ziet er allemaal heel goed uit. Dit is trouwens ook de Ender 3 Pro en die heeft een betere voeding, stroomvoeding. En die schijnt iets veiliger te zijn. De vorige die was een onbekend merk en niemand wist precies wat het was. Maar deze is dus iets veiliger en deze heeft ook een dikkere balk hier. Dus als je de pro-versie wil, je betaalt er een paar tientjes meer van, maar ik zou het zeker doen. Ik ben alweer een heel veel stappen verder. Ik ben geloof ik nu bij stap 8. En dat betekent dat ik dit hele ding in elkaar heb gezet. Dit kan omhoog en omlaag zo. Omhoog niet echt. Maar er zit hier dus een draai, een tap, draad. En als je dan die motor draait, dan gaat dat ding omhoog en omlaag, omdat die hier door een ding gaat. Ik zeg te veel vaak ding, maar dat maakt niet uit. Dit gaat dus omhoog en omlaag als je print. En dit is de kop, daar komt het spul uit, daar uit die fitting. En hij zit hier nu omheen met wieltjes, draait hij hier omheen. En hier ook met wieltjes. Die wieltjes kun je ook afstellen zodat hij niet te strak zit. En dan is hij helemaal perfect. En toen was ik ineens klaar. Even kijken, waar was ik gebleven net met wat ik had verteld? Nou, volgens mij zat dit er nog niet. Ja, die zat er wel op. Ding zit erop. Nou, dit zit er nu op. Dit zit er nu op. Een einddingetje. Dit hele ding zit er nu op. Dit beweegt nu mooi van links naar rechts. En van boven naar beneden. Net met één hand. En het bed kan van voor naar achter. Helemaal mooi alles. Nou is het tijd om de stekker erin te doen. Dit is echt het eerste moment dat ik het doe. Dus als je in de fik vliegt, dan weet je wat er gebeurd is. Komt ie. Wow, extreem gekkigheid. Nee, ik heb het dingetje nog niet aangezet. Komt die dan? Wow, wat een fel scherm. Zo, ik heb in het menu heb ik de optie bij prepare gevonden. En dat is auto home. En dan doet hij iets heel moois, hoop ik. Wow. Wow. Dat gaat wel met een hoge snelheid, moet ik zeggen. Inmiddels is het al best laat op de avond. En morgen moet ik werken. Maar eigenlijk wil ik nog even een print starten. Om even te kijken of alles echt werkt. Dit doe je om de kophoogte af te stellen. Je ziet daar de kop en het bed. En daar moet net een papiertje tussen kunnen. Terwijl je hem een beetje krast, zeg maar. Dus echt net. En zo moet je dat op alle vier de hoeken afstellen.
Zo, hij is aan het voorverwarmen. De kop is nu 182 graden. Volgens mij moet hij 195 worden of zo, want ik print PLA. Het bed wordt volgens mij niet verwarmd met PLA, maar dat kan volgens mij wel. Ik heb het PLA wat ik erbij kreeg, heb ik om de houder gehangen, in het dingetje gestopt, door de buis laten lopen. En als ik hem aanduwde, kwam er een druppie uit, nu nog steeds. Moet ik even afknippen met de tang, die komt er gewoon bij. En dan kan ik gewoon de print starten. De printer werd geleverd met een klein SD-kaartje, die heb ik nu hier in de printer geplugd. En daar zat een bestand op, dat is een van de testdoc stond er. En toen ik dat startte, begon het bed ook op te warmen. En als het goed is, dan zou alles gewoon moeten werken. Ik ga het draadje even snel afknippen. Dat het begint, hij begon ineens te bewegen, dus ik pakte snel mijn telefoon erbij om te filmen. Hij maakt een heel mooi draadje recht omhoog. Oh, dat pleurt hij daar neer of zo. Oké. Hey, ik weet hier net zoveel van als jullie. Ik heb echt geen idee wat er gebeurt. Maar er komen gekke geluiden uit het ding. Ja, ik vind het prachtig. Het zei dat dit 12 minuten moest duren. Maar als ik zie deze formaat, dan denk ik dat het best lang kan duren. Nou, de print die gaat wel lekker. Ik heb mijn GoPro neergezet. Dus hier komt de timelapse. De batterij van de GoPro ging leeg. Dus de timelapse is helaas ergens afgelopen. Maar het is in ieder geval heel leuk om te zien hoe de printer dit doet. En ja, het ziet er gewoon leuk uit. Het ziet er allemaal heel netjes uit. Zeker voor een eerste print. En ik zal het straks wel laten zien als hij klaar is. Hij is klaar en ik heb het supportmateriaal er nog in zitten, omdat mijn zusje graag wou zien hoe dat eraf ging. Maar hij ziet er in ieder geval heel mooi uit. De lagen zie je bijna niet. En dan heb ik hem zelfs nog op 200% snelheid geprint. Dus dit is zeker heel netjes voor de tijd die hij erover heeft gedaan. Hij heeft er ongeveer 4 uur over gedaan. Maar het ziet er in ieder geval heel netjes uit. En zonder supportmateriaal. Het supportmateriaal ging trouwens ook heel mooi weg en het is gewoon helemaal mooi. Trouwens, de online garage, afkorting DOG, DOG, snap je? Goeie hè? Wat ik ook wou printen is een Lego blokje. Dit is een echt Lego blokje en dit wordt een nep Lego blokje. Er is een site en dan kun je allerlei soorten Lego blokjes downloaden voor 3D printer. En ik wil kijken of het eventueel past of dat hij er gewoon op lijkt en dan kan ik ze vergelijken. Ik heb nu mijn neppe Lego blokje ook geprint en ze passen best wel op elkaar. Zeg maar op deze manier zitten ze best wel los. Maar op deze manier, zeg maar, zit hij best wel vast. Maar hij past wel heel mooi. En dan zit hij ook gewoon echt vast als hij vast zit. Dus het past heel mooi op elkaar. Dus de toleranties op de printer zijn best netjes. Ik heb de printer nu ongeveer een week. En zo te zien ben ik er heel goed in geworden in afval maken ermee. Maar ik heb ook een aantal mooie dingen gemaakt. Ik ben nu een lager aan het maken. Ik heb dit fluitje gemaakt. Die claimde 118 decibel te klinken. En nadat ik erop heb gefloten, geloof ik dat. En fluit ik er nooit meer op. Want ik ben nog steeds doof daardoor. Wat heb ik nog meer gemaakt? Ik heb hier dingen liggen. Ik heb een lager gemaakt. Die best wel goed werkt. Dit ding hebben jullie geloof ik al gezien. Ik heb Lego blokjes gemaakt. Die ook echt passen op normale Lego blokjes. Ik heb geprobeerd dit te maken. Dit zou een draaiding zijn voor een GoPro, maar dat werkte niet. Dit was ook iets wat ik probeerde. Een vliegtuigje, die eigenlijk heel slecht werkt. Een beetje. Een kapje, dingetje voor mijn GoPro. Met de online garage logo erop. Die vind ik best wel mooi. Ik heb ook een hele mooie koptelefoonhouder gemaakt. Die werkt best wel goed. En zoals je ziet, hij is echt, je ziet de lagen er bijna niet in. En dat is best wel mooi, dat is best wel, ben ik wel verbaasd over dat die printer dat kan, aangezien de prijs. Want hij is maar 250 euro en dit ziet eruit als een print dat komt uit een printer van 2000 euro of zo. Maar hij werkt helemaal goed, ik had eerst dit skeren haakje en nu is hij veel mooier. Ik heb ringen voor mijn zusje gemaakt. Dat is een mooie ring, die is mooi, die heeft soort vlakjes, die is rondjes. En dit is, moet het Gucci logo voorstellen. Hij is best wel geinig. Geinig? Ja, geinig. Dit is dus de Creality Ender 3 Pro. Ik ben er heel tevreden over. En ik heb al heel veel dingen geprint zoals jullie net zagen. Alles wat ik heb geprint ben ik tevreden over. Eigenlijk alles is goed gegaan. Ik heb ook nog een paar kleine upgrades aan de printer gedaan. Dat is dit haakje, zodat de draad niet strak komt te staan.
Hier zo een topje op dat ik hier aan kan draaien en het filament automatisch erin kan laten draaien. En als ik wil wisselen is dat makkelijk. Ook heb ik hier een achterkantje voor geprint, want dit was open, gewoon een open printplaat. Dat is mijn telefoon die trilt. Was een open printplaat, nu niet meer. Helemaal mooi afgesloten. Wat ik wel vind is dat dit redelijk snel slijt. Want hier is hij nog redelijk ruw en plakkerig. En in het midden is hij een soort glad geworden. Ik weet niet hoe dat werkt. Maar daar kun je gewoon een nieuwe voor kopen. Dus geen enkel probleem. Er komt nog veel meer 3D printer content aan. Bijvoorbeeld dit. Dit wordt een kentekenplaathouder voor op mijn Mazda MX-5. Zodat hij niet op de bumper zit, maar een soort van aan de haak. Ja, ik leg het in die video wel uit. Dan wil ik dat jullie abonneren op mijn YouTube kanaal. Dat kan hier beneden. Doe een like op deze video en zeg tot de volgende video. Dag.